Welkom bij aflevering 13 van Rondje Regio met vandaag KNVB-beker, verzorgingstehuis De Wietel, Broodfonds Merlo, zonnewende-meditatie. Maar we starten met het Beach Bash Festival. In Torn is afgelopen weekend voor de 11e keer het Beach Bash Festival georganiseerd. Dit evenement groeit ieder jaar weer en is heel populair zowel bij de jeugd van de omliggende gemeentes als ook bij de Belgische jeugd. Onze verslaggever was ter plaatse. Maarten, de hoeveelste Beach Bash is het vandaag? Dit is de 11e keer dat we doen. Ja. Toen werk je veel met vrijwilligers. Ja, ja, tuurlijk. Van wieveel heb je er nu weer? Ik denk dat we nu, schattig in, dat we een 150 vrijwilligers aan het werk hebben. Dus dat is heel divers. Dat zijn mensen die ze op het terrein zien lopen. Dus dat zijn achter de bar de mensen die helpen. Dat zijn de mensen die gewoon aan de beveiliging staan en de entree. Maar achter de schermen gebeurt ook een hele hoop. Dus een ding, al met al in totaal rond de 150 vrijwilligers. En wie komt ze dan? Ja, die komen allemaal vanuit de Harmonie. Hè? Beach Bash wordt georganiseerd vanuit de Harmonie. En die mensen die werken dus normaal gezien, zitten die gewoon met de Harmonie, speelt die een instrument, of zitten op een andere manier betrokken erbij. En die, daar doen we dan een beroep op, of die willen uithelpen met Beach Bash. Hoe gaat het hier? Goed, heel goed. Wordt er veel verkocht? Heel veel, heel veel. Echt heel veel. We zijn continu bezig. Zijn jullie vrijwilligers? Ja, we zijn allemaal vrijwilligers. Allemaal? Allemaal om de Harmonie te helpen. Het Harmonieorkest te helpen, dus allemaal vrijwilligers. Ja, tot nu toe is het echt super gezellig. Ja, goeie sfeer. Ja, lekker beer en zo. Dus is wel lekker. Sunkusin dan ook. Ja, dat hoort ook wel eenmaal bij Beach Bash. Is dit de eerste keer dat je bent? Ik kom hier al voor de vierde keer. Ja, ieder jaar is het weer hetzelfde feest. Maar ja, we hadden nog steeds super gezellig. Wat vind je van artiesten? Ja, het is dit jaar echt vet hier. De artiesten zijn ook op vroeg gegangen, zeg maar. Dat is echt gezellig hier. Ja, leuk. Ja, geweldig. Weer is echt geweldig. Ja. Is het de eerste keer dat je hier bent? Nee, al de 40 keer volgens mij. Maar eerst was het altijd de auto, heb ik het water zo en nu is het hier. Prima. Ja. Samen de eerste kwaal? Ja, dat is heel prima. Ja. Bart en ik heb dit jaar, voor het 15 jaar hier gedraaid. Wie heeft het oude jaar ervaren? Ja, ik ben hier bij Gost. Dat was eigenlijk het eerste grote festival hoe ik mocht rijden. En dat is nu door mijn vierde jaar. Eigenlijk mocht ik dat vieren. En ik ben daar heel erg blij. Het is heel erg gegroeid. Beach Bash is echt groter geworden. En het is echt gaaf om te zien dat ik hier elke keer terug mag komen. Dat het festival is groeien. En dat groei ik met. En dat is gewoon heel erg leuk om te zien. Echt gaaf. En wie is eigenlijk hier terechtgekomen? Ik heb mijn eerste jaar, dat was 2008, heb ik heel stout een mailtje gestuurd. Heb ik een mailtje gestuurd naar Beach Bash van, zou ik hier mogen draaien? Liet me heel erg gaaf. Dan hebben ze mij uitgenodigd, dan mocht ik komen draaien. Ja, en dat is toen goed bevallen. Ja, en nu mocht ik hier bij de 15 jaar staan. Ja, fantastisch. Echt gaaf. Dat is al lang niet. Vanaf 3 uur. En doe? Nee, nog niet. Smaak het weer. Altijd. Jazeker. Wat vind je van de muziek? Top. Ja, goede muziek. De muziek is gewoon. Ja, echt zo. Super gezellig. Is dat lang niet? Ja. Sinds 4 uur. Oh ja. Dus Wat vind je van de artiesten tot nu toe? Ik heb er niet zoveel van metgekregen, maar het was gezellig. Ja. Ja, pas vanavond eigenlijk. Maar wel tot vandaag hier blijven. Ja, zeker. Gewoon de ganze nacht door. Ja, zeker. Wat vind je van de muziek? Ja, echt leuk. Net u vorig jaar en elk jaar eigenlijk echt super leuk hier. Ja, dat is hartstikke sfeervol, ja. Natuurlijk. Ja.
En goed weer, hè? Wat wil je nu meer? Fantastisch, ja. Heerlijk. Heerlijk. Ik vind het hier helemaal geweldig. Ik kom hier vlak uit de buurt. En ik vind het hartstikke mooi dat er zo'n initiatief getoond is. En dit is echt een supermooi feest. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Heidhuizen. Ja, ik vind het een super feest. De sfeer is hartstikke gezellig. De zon die gaat net lekker onder. En ja, volgens mij is dit de volgende Sola. Echt, ik ben het serieus. Denk je dat het drukker is dan vorig jaar? Ik ken de precieze getallen weinig mee. Dat hebben we nog niet gezien. Maar wat ik heb gehoord en wat ik zo heb gezien, als ik zo gewoon in mijn geer kijk, denk ik wel weer dat we een stijging hebben metgemaakt ten opzichte van vorig jaar. Absoluut ja. Nu is er sinds vorig jaar je hebt veranderd. Wat heb je er veranderd hier? Ja, vorig jaar hebben we twee grote tenten. Waar je in de main stage wat hier staat en waar je daarachter nog in een andere stage. En voor dit jaar wil je eigenlijk een leukere open sfeer creëren. Je hebt meer die festivalbeleving erin gooien. En daarover hebben wij gekozen om echt met een open mainstage te werken, die ze daar zo is. Ja, en daar moeten we risico mee pakken, want dat is afhankelijk best van het weer. Maar dit jaar pakt het gewoon ontzettend goed uit. En dat duidt heel veel met de sfeer. En ik vind het ook gewoon veel gezelliger. En dat is een van de grootste veranderingen wat we hebben doorgevoerd ten opzichte van vorig jaar. En dan zijn we heel erg gaan concentreren en focussen op de aankleding van het terrein. Op echt de beleving van het terrein zelf. Van wie ziet het terrein eruit? Wat pakt een bezoeker als ze het terrein op kunt? En daar hebben we ons eigenlijk op geconcentreerd dit jaar. En dat was eigenlijk een aandachtspunt. En dat zijn eigenlijk toch wel de belangrijkste dingen die we hebben aangepakt ten opzichte van vorig jaar. Het heeft best goed uitgepakt, of niet? Oh, daar zelf zou ik zeggen. Naar mijn idee wel, ja. Ik heb met verschillende mensen gekaald links en rechts en ik geef allemaal goede geluiden. Dus ik vind al een geslaagde editie in ieder geval, ja, absoluut. Een officiële replica van de KNVB-beker uit 1959 staat sinds dit weekend in de kantine bij de amateurs van VVV 03. Daarmee zijn er twee KNVB-bekers in Venlo, want VVV heeft er ook eentje. De vraag is, welke van de twee clubs heeft nu eigenlijk echt recht op die beker? Welkom bij EBV 03. Ja, het was tijd, hè? Je ziet er al lang naar me geweest. Hij heeft hem gewonnen, hè? Ja, hij heeft hem gewonnen, ja, zeker. Schitterend, hè? Ja, prachtig, hè? Ja. Nou, hij is terug bij VV 03. En VV 03 en VV Venlo hebben een gezamenlijke geschiedenis. En dus, ik denk dat Venlo groot is, dat er twee en Venlo zien ook. Je is helemaal aan de kant. Ligt hier 59. Wie lang heb je hem al in bezit? Dat weet ik niet precies. Ik zet hem even neer, want dat ding is een piepklein beetje zwaar. Of ik ben gewoon in de sampler natuurlijk. Ik denk dat dat een jaar of 10 is. De wedstrijd die had eigenlijk in Venlo kunnen spelen. ADO zei, je kreeg zoveel geld, meer, als je bij ons komt. Nou, dan zei hij allemaal, volgens ons vind je dat goed. Ja, dat is gewoon zeker, die pakken we. Kijk nog wel. Dat is even goed, 20 kilo, hè. Als we de slagen hier hadden wij het weer. Ja, precies. Ja, dan zien dat twee in Venlo, de andere staat bij VVV in de priezenkas. Ja. Maar wie heeft dan nou eigenlijk het meeste recht op, VVV of VV 03? Nou, ik denk allebei. We zien allebei winnaar, omdat in 59 waren ze nog geen vereniging. Volgens mij is het heel makkelijk. In 1903 werd VVV 03 opgericht. In 1954 ontstaat er een proftak. Maar die splits pas in 1966 officieel af. Dus als ze heel sec nog... Ik denk als ze het voor de rechterheid brengen dat VVV 03 de beker heeft gewonnen in 1959. Nou is het 55 jaar geleden geweest. Denk je dat VVV de beker ooit nog zal winnen? Nee, dat denk ik niet. Als ik nou het voetbal op de televisie zie, dan burg ik dat mij eerlijk. Ik wil er eigenlijk niks meer aan. Waren het eigenlijk kostbaar om dat ding te bestellen? Ja, het is een kostbare beker om hem te bestellen. We zijn blij dat we door een sponsor veel bereid gevonden hebben. Mag ik vragen wat het gekost heeft? Ja, dat mag je zeker vragen. En dat is? Ja, enkele duizenden euro's. Maar dat is er weer het geweest? Ja, we zien ontzettend groot dat we mee in de kantine hebben.
Het is rustig in verzorgingstehuis De Wietel in Panningen. De gangen zien er verlaten uit en de meeste kamers zijn al leeg. De 50 bewoners van De Wietel verhuisden vorige week al naar het nieuwe appartementencomplex De Groenling. Op de kamer van de 90-jarige Bea Kerkhofs uit Helden worden de spullen nog ingepakt voor de verhuizing. Ik heb zelf nog niks gezien. Ik ben niet door geweest. Ik heb me alles gezegd. Jij hebt alles goed gewongen, doe het maar. Vind ik het ook goed. Maar ik vind het jammer dat De Wietel toe gaat. Want de gezelligheid die hij is met de mensen omheen, dat kriegen we door. Ja, misschien wel. Maar de eerste tijd nog niet. Dat zal nog wel even zoeren. Maar ik heb wel meegedacht, hij is De Wietel maar verbouwd. Dat we in De Wietel heen kunnen blijven. We moeten weg. Maar als ik niet weg had gemoeten, had ik helemaal niet zo erg gevonden als ik hier had blijven zitten. Het gebouw van het verzorgingstehuis is verouderd en voldoet niet meer aan de zorgeisen van deze tijd. Daarnaast loopt het aantal bewoners terug, omdat door nieuwe wetgeving mensen niet meer in aanmerking komen voor een plekje in een verzorgingstehuis. De 81-jarige Joop van Nimwegen woont ruim een jaar in De Wietel. De verhuizing naar De Groenling betekent voor de Utrechter een spannende tijd. Ik ben een beetje nerveus. Maar ja, dat heeft iedereen met die verhuizing nu. Maar ik heb de kamer in De Groenling gezien en dat is prima. Heel prima in orde. Je zit nou iets meer in het dorp. Als er wat is, dan kan je met de rolstoel of met de rollator kan je nog eens een boodschap doen. Nu worden de boodschappen door mijn schoondochter en door mijn zoon gedaan. Maar als ik daar zit, dan kan ik altijd nog eens een keer naar een winkel lopen. Ik ben zo bang voor de gezelligheid. Dat ze dat samen zien niet meer eens. Wie hij is een half uur of een kwartier over is, ging ze in zijn honger, dan liep ze. En dan trof ze de een, ze dronk zich tas koffie als er zin in is. En dan ging ze weer. Ook meneer Van Nimwegen hoopt dat het straks gezellig wordt in De Groenling. Een restaurant, zoals in De Wietel, is er straks niet meer. Wel zijn er 3 buurtkamers waar bewoners elkaar kunnen opzoeken. Dat ken ik niet alleen, dat gaat dan met mensen die eventueel zeggen, die komt erbij en die erbij. En je probeert daar toch ook zo'n beetje een leuke sfeer te creëren. Maar aan mij zal het niet liggen hoor. Het is de bedoeling dat er in de toekomst door vrijwilligers in deze buurtkamers samen met de bewoners wordt gekookt. Dit maakt onderdeel uit van de visie om bewoners langer zelfstandig thuis te laten wonen. Daarbij worden ze geholpen door medewerkers van de zorggroep. Onze taak is natuurlijk de ochtendzorg. Dat houdt in de ADL, de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. Wij ondersteunen, we helpen bij de medicatie en de nodig. Wij dekken een tafel. 'S Middags lopen wij onze ronde, 's avonds hebben wij een avonddienst. Dat blijft allemaal hetzelfde. Alleen wat de bewoners nou zelf kunnen, proberen we ze ook zelf te laten doen. Daardoor blijven bewoners ook een stuk vitaler. De bewoners krijgen op de nieuwe locatie ieder een eigen flat met ruime woonkamer en keuken. De eerste periode zullen de bewoners eten aangeleverd krijgen. Mevrouw Kerkhofs en meneer Van Nimwegen hopen in ieder geval dat er weer activiteiten plaats gaan vinden, zoals dit ook in De Wietel het geval was. Als je eens een keer aan het koersballen bent, dan begin je op een vaste tijd met de vrijwilligers erbij. Nou, ik zou u zeggen, het is zo 4:30, 4:45 de middag vlieg voor om. En je hebt de grootste lol. Dan ben ik een beetje een lolbroek, want ik maak nog wel een geintje met de mensen. Maar dat hoort er ook bij. Ik hoop dat het Osto net zo goed zal gaan bevallen als dat het Negeus bevallen. En ik wil er weinig zeggen, ik vind er niks aan. Het zal in ieder geval even wennen worden op De Groenling. Daar heeft mevrouw Kerkhofs al rekening mee gehouden. Bij de dagvoorziening in het Kerkenbuske heeft ze zich deze week afgemeld. Nee, ik moet nu mijn appartement doen, zeker niet. Maar ik moet nu thuis blijven. Dat ik dat met kan maken. Dus dat heb ik afgezegd voor deze week. En verder hoop ik maar dat ik toch nog per fijne jaar om mocht hebben. Wat er met het gebouw van De Wietel gaat gebeuren is op dit moment nog niet bekend. De zorggroep, eigenaar van het gebouw, beraadt zich over de toekomst van het pand. In Meerlo vond op 19 juni de tweede bijeenkomst plaats over het Broodfonds, een sociale arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor en door ondernemers. Het doel is ook om in deze regio een broodfonds op te richten,
Onze verslaggever sprak met de initiatiefnemer over de meerwaarde en de voordelen van zo'n broodfonds voor de lokale ondernemers. Mark, het broodfonds, wat houdt dat in? Het broodfonds, het is eigenlijk een arbeidsongeschiktheidsvoorziening. Blijkbaar zijn er heel veel ondernemers, zelfstandige mensen met een BV, die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. 70% blijkbaar. Dus dit is een soort coöperatie waar iedereen zelf geld spaart. En op het moment dat er eentje van het collectief ziek is, dan gaan we hem allemaal schenkingen geven, zodat hij toch zijn inkomen krijgt die periode. Iemand krijgt dus geld vanuit het broodfonds. Hoe gaat dat in zijn werk? Iedereen moet wat bijleggen? Ja, iedereen kan zelf kiezen welk bedrag dat hij wil ontvangen als hij zelf ziek is. Nou, naar raad toe ga je ook inleggen. En het leuke is, je legt in op je eigen rekening. Je betaalt een kleine contributie voor alle handlingkosten. Maar daarnaast betaalt iedereen op zijn eigen rekening. Op het moment dat er eentje ziek wordt, wordt er geschonken. Ook weer naar raad toe. Dus iemand die heel veel wil ontvangen, schenkt ook iets meer als iemand anders ziek is. Hoe lang kunnen jullie dit volhouden? Heel lang. Dat is de bedoeling. Het is natuurlijk heel belangrijk dat we een goede basis hebben. Ze adviseren om met 20 à 25 ondernemers te starten. Wij hebben zelf de lat op 30 gelegd. We willen gewoon ook die zekerheid bieden. Dus vanavond hebben we 40 mensen te gast die serieus geïnteresseerd zijn. Dus we gaan ervan vanuit dat we vanavond ook met ruim 30 ondernemers kunnen starten. En dan kunnen er altijd een paar uitvallen, want ja, bedrijven vallen om. Starters die redden het niet. Dus dat risico moet je wel incalculeren. En vandaar dat we iets hoger inzetten. Moeilijk wordt het op het moment dat je echt langdurig ziek wordt. Anita, jullie kunnen iemand maximaal 2 jaar gelden laten toekomen. Wat hebben jullie nodig om dat te kunnen bewerkstelligen? We hebben minimaal 20 ondernemers nodig. We gaan er dus vanuit dat we minimaal met 30 ondernemers starten, zodat we ook een stukje zekerheid hebben. En ja, 30 tot 50 ondernemers hebben we nodig om het broodfonds lopende te houden. Nou is het zo, we zijn hier in Meerlo, maar het is voor een heel groot gebied dat jullie dit organiseren. Ja, we hebben een heel groot gebied gekozen, zodat we ook een diversiteit aan ondernemers hebben. We hebben het gebied gekozen Horst aan de Maas, Venraai en Bergen. Nou, en doordat je zo'n diversiteit aan ondernemers hebt, heb je ook meer zekerheid dat dit gaat lukken. Als ondernemers dit zien en denken van verrip, ik had er nog nooit van gehoord, maar dat lijkt mij wel wat. Met wie kunnen ze contact opnemen? Ondernemers kunnen altijd contact opnemen met mijzelf dus of met Mark Vroeme. Of ze kijken op de site van www.broodfonds.nl. Daar staan onze namen ook op. En dan kunnen ze via de mail contact met ons opnemen. Heel veel succes. Dank je wel. Zaterdag 21 juni vond er een zonnewende meditatie plaats op het Schouwburgplein in Venraai. Tijdens deze meditatie kon iedereen aansluiten om een rustig moment voor zichzelf te hebben. Ja, het was prachtig. We hebben de zonnewende meditatie hier in Venraai ingevoerd. De zonnewende meditatie dat houdt eigenlijk in om 9 minuten voor 11 vandaag stond de zon precies recht op de aarde. En wij wilden dat eigenlijk de energie, onze energiebronnen vernieuwen, verbeteren en verfijnen door een uur lang te gaan mediteren met z'n allen hier op het Schouwburgplein. En ik had het idee om dat dan een half uur van tevoren en een half uur daarna. Dus dan heb je het einde van de lente waar je aan het mediteren bent en dan het begin van de zomer. Ik heb dat een keer gezien bij de Stonehenge, daar hebben ze dat ook. En meerdere plekken hier in Nederland wordt ook een zonnewende meditatie of een zonnewende wandeling gehouden. Mij leek het gewoon heel erg bijzonder om dat hier op het Schouwburgplein te doen. Want heel veel mensen hebben het idee omdat een meditatie heel erg zweverig is, maar dat is het helemaal niet. Het is echt een moment dat je helemaal tot rust kunt komen in jezelf, de stilte kunt opzoeken of juist gaan denken aan dingen over het leven, over waar je mee bezig bent en dat je dat op een rustig moment in een uurtje tijd gewoon rustig kunt bedenken. En daar komt het eigenlijk vandaan. MUZIEK.
Dit was Rondje Regio voor deze week. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.